wedstrijd moet hard maken natuurlijk. In een echte massasprint is hij daar nog kansloos. Daar komt Paul Hagedoorn, denk ik. Ja, Paul Hagedoorn. Schitterende inspanning. Amai, als je zo kunt bijkomen, Rick. Ja, dan kun je zien. Ik wil zeggen, denk dat geeft een indruk dat Van Hooijdonk toch geweldig rap rijdt. En als je dan ziet hoe een renner het soms kan bijkomen, dan... ja, ik moet er toch terug herhaling maken, Mark, dat die, de wedstrijd heeft nog niet zo zwaar geweest. Dus daarmee zal het ook heel moeilijk zijn. Ik denk alleen als je kunt wegspringen de laatste kilometer of twee, drie kilometers, dat je de maximum inspanning kunt volhouden aan de maximum snelheid. Want ik denk dat het anders weinig zin zal hebben van het deze groep proberen alleen weg te lopen op zo, toch op een 10, 15 kilometer vandaan komt. Goed, we zijn weer met z'n allen bijeen. En dan is het wachten op de volgende demarrage. En die zal niet echt lang op zich laten wachten. Kurt van Kersbeluk bijzonder attent mee voorin. Ook Werner de Vos daar. Een snelle man ook. Werner de Vos. Die ploeg ontbeert vandaag de diensten van Jan Bogaert. Die gevallen is in Beieren. En daardoor heeft Verstek moeten laten gaan. Ja, ja, u bent het inderdaad, meneer. U bent het zelf. Ja, inderdaad, wuif is naar jezelf. Mooi. En dan weer naar de wedstrijd toe. Met, is dat Filip van Voren? Ja, Filip van Voren. Zien we daar Kriki. Makkelijk rijdend, Krik. Vlasaks. Ja, ik denk dat Kriki een beetje spijt heeft dat het niet lastiger is vandaag. Maar toch. Mark, ik denk toch dat een Krikelion zegt dat plaatsen, dat die werkelijk als zo'n groepje vooruit blijft, of bij hem zo de groep zoveel groter, zoveel te gemakkelijker zijn, denk ik, voor weg te kunnen lopen alleen de plaatsen. Hè. Maar het is toch een aanvankelijke groep die weg is. Hè. Nou ja, het zou toch wel precies de beslissing kunnen zijn. Hè. Ja. Ja, het kan toch wel bedriegelijk zijn. Je hebt als je, ja, we hebben het er juist nog gezien hoe snel dat soms iemand kan weerkomen. Hè. Dat... Een 20 man zo te zien. Ja. Waaruit deze vier even zijn weggereden. Met Vlasaks daarbij. Met Jan Goeses ook hier. Vlasaks. Goeses, Ludwig Willems denk ik hier. En de anderen komen weer terug, Mark. We hebben 16 leiders en hun voorsprong bedraagt 45 seconden. Het peloton lijkt dus te berusten. En het ziet er naar uit dat we de finale ingaan met de 16 waarmee we daarnet al eens even kennis hebben gemaakt. Ja, die 16 lijken dan inderdaad weg te zijn, Rick. 45 seconden. Ja, maar toch, je ziet, het valt hier weer in stukken en dan moet de ander weer... Hè? Het is niet een... Het wordt niet aan een ziel getrokken, laat ons het maar zeggen. En toch voor een groep, toch, hè? Voor een voorsprong begin te rijden toch... Het is toch nog altijd 15 kilometer, moet het toch wel meer zo, een kilometer of 10. Ja, huh? Het is, wanneer ze straks voorbij komen, nog 17 kilometer. Oh ja, we zijn nog niet aan de laatste ronde begonnen. Dus moet er toch wel een samenwerking zijn voor die voorsprong nog uit te bouwen. Want, ...45 seconden. We gaan het zelf hier nog eens opmeten wanneer de renners hier voorbij komen aan de streep. Dus bij het ingaan van de slotronde. Daar dus de 16. Die nu de bocht nemen. Dat is de bocht in de laatste rechte lijn. 750 meter dus nog tot de finish. Het verschil is misschien nu wel dat er een paar favorieten mee zijn die het werk wel zullen doen. En zeggen we moeten eerst de ontsnapping en de voorsprong uitbouwen. En dan zullen we wel kijken wat er gebeurt. Goeses 146, 101, dat is Ronnie Vlasaks. Gaan ze hier misschien zo beter eens kunnen zien. Flip van Voren daar dan bij. En de anderen er allemaal achteraan. Gaan onze chrono indrukken op het moment dat renners hier aan ons voorbij komen. Ingaan van de laatste ronde dus. Plankaart zit daar goed verborgen en één renner is daar meteen weggesprongen bij het ingaan van die laatste renner, van die laatste ronde. Man uit de Lottoploeg.
maar het verschil is heel klein. En we krijgen daar een hergroepering. Hier dus Paul Hagedorn, Van Hooijdonk, Criquillion passeert daar ook, Museeuw en daar de achtervolgers dus richting finish met ook nog één ronde te gaan en het verschil is intussen opgelopen tot boven de minuut. Dat is ook een pelotonnetje. Dat is op 1.15 zeg maar, op 1.15 ja. En de rest van het peloton meldt zich hier intussen ook aan de finish met allemaal renners die dus geklopt zijn eigenlijk. Zo mogen we aannemen, want de 16 die zullen wel vooraan blijven. Hier hebben we Kurt van Kersbulk. Ja, die heeft een goed kampioenschap gereden, die was daar straks al attent mee vooraan toen de vier die dit kampioenschap voor een groot deel geschreven hebben zijn de Serge Seynaven, Patrick Schovaert, Gino De Bakker en Pino Cerami die weggegaan zijn in de vijfde ronde en die dan een ronde of zeven vooraan zijn blijven rijden. Zo'n 130, 140 kilometer hebben zij vooraan gereden met een maximum voorsprong van 7,5 minuut. Zijn dan ingelopen, wel toen al was die Kurt van Kersbulk erg actief. En er komt weer beweging vooraan. Een demarrage van Johan Museeuw uit de ADR-ploeg. En ik heb de indruk dat de meesten hier nu op de hoogte zijn van het feit dat de voorsprong redelijk groot is. Ze beginnen wat te vertragen, wat naar elkaar te kijken. En er is reactie van Edwig van Hooijdonk met in zijn wiel Paul Hagedorn. Inderdaad, dat zagen we gebeuren, Mark. Dus opnieuw verbrokkeling hier, ja. Onzekerheid toch, de twijfel hier met het nummer 80 Museeuw. De man die dus is weggesprongen, Johan Museeuw. Reed hier ook al sterk tijdens het Belgisch, tijdens dwars door België liever. Gewonnen door Dirk de Wolf. Paul Hagedorn dan met Edwig van Hooijdonk. Van Hooijdonk die in Spanje nog gaan rijden is. Die daarvoor ook een hoogtestage had gedaan. In het vooruitzicht van zijn eerste ronde van Frankrijk. Die voor hem dus zaterdag begint. Museeuw, Hagedorn, Van Hooijdonk. Dat zijn de drie renners die weggesprongen zijn in de slotronde dus. Daar de andere renners uit de kopgroep van daarnet. Museeuw die omkijkt. Eén man gaat daar komen aansluiten. Nog reactie. Dat is Ronnie Vlasaks. Ronnie Vlasaks sluit nu aan bij de kop. Maar er komt reactie. Het wordt hier weer een linte kopgroep en we krijgen waarschijnlijk wel een hergroepering. Ja, want vooraan lijkt het daar wat stil te vallen, Erik. Ja, ik denk dat als je zag, als je nu weer gezien hebt hoe rap het die renner erbij komt, ik denk niet dat er dan met die drie vooraan werkelijk aan 100% gereden wordt, want anders kun je niet dat... Het gaat zo snel dichtrijden. En daar wordt weer gedemareerd. Dat is opnieuw Museeuw. Met opnieuw Vlasaks die erachteraan gaat. We melden intussen de opgave van Erik van der Aarde. Wie is dat opnieuw? Van Kersbulk, ja. Van Kersbulk, die ja. Blijft hard rijden. En dan eigenlijk een halve ploegmaat van hem, zou ik kunnen zeggen. Ik wil het juist zeggen. De ploeg is wel van Numa en van ADR zijn wel geweldige initiatiefnemend in de finale. En op de top van de stokerijberg is Edwig van Hooijdonk weer in de reactie gegaan. Bijzonder actief, Edwig van Hooijdonk. Dan rijdt er nog voor. Wij rijden in elk geval met Van Kersbulk en
René Martens opnieuw. Ja, drie ploegmaten normaal. Nee, Fons de Wolf zal Fons dat zijn. Wolf, ja, 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 Fons. Ja, ja. Fons de Wolf hier. En achterom kijkend zien we daar de rest van de kopgroep. Fons de Wolf. Hij gaf zichzelf nog 2 maanden om te weten of hij nog renner kon blijven. Ronny Vlassaks. Johan Museeuw. En hier die Kurt van Kersbulk weer. Ja, die blijft gaan, hè. Ja, ik zeg het, dat is mogelijk. Het zit erin natuurlijk. Ze rijden niet wel. Ze rijden toch voor dezelfde baas en daar denk ik wel dat toch ergens ook zal meespelen. Maar ik vind dat ADR toch goed de koers controleert voor deze ogenblik. En dat ook in het voordeel is van Eddie Plankert, hij heeft ook verschillende ploegmaten mee. En normaal, als de koers zo is, ja, zou het best zijn voor hem dat hij zelf. Dat hij zo kan uitrusten en zo mee naar de meet komt, dan moet hij normaal kunnen, alleen niet kunnen geklopt zijn. Jan Goesens daar in de reactie op Fons de Wolf. Het zou ook een verrassing zijn, Fons de Wolf. Ja, maar ik denk in de kampioenschap van België dat we dat, ik denk als we dat nooit op, ja, van een verrassing eigenlijk mogen spreken. Een Belgisch kampioenschap is toch altijd wat anders dan een ander wedstrijd, Mark. Hè? Ja. Misschien een paar keer herhaald, maar toch blijft altijd iets anders. Kopgroep valt geregeld uiteen natuurlijk bij die verschillende demarages. Ja, dat komt er juist op neer. Ik denk dat Krikkelion een keer gaat demareren, dat wel een ander demarage zal zijn. Die hebben we niet allemaal gezien, hebben die werkelijk demareert voor weg te blijven. Dat er hier maar, dat is allemaal maar zo prikken zijn die eigenlijk voor tempo erin te houden. Ja, toch zeker dat je, als de renners van ADR de kaart Willy Plankert spelen, is dat de goede methode eigenlijk wat zij nu toepassen. Ploeg Plankert zit daar inderdaad met 5 man in. Van de Wolf, René Martens, Museeuw, Sostek en Van Voren. Ik geef voor alle duidelijkheid nog eens de namen, maar ik uitroep heeft dat straks al eens gegeven. Het zijn dus Frison, Hagedoorn, Krikkelion, De Neut, Ludwig Willems, Van Kersbulk, Fons de Wolf, René Martens, Museeuw, Sostek, Van Voren, Vlassaks, Werner de Vos, Bowmans, Goesens en Van Hooijdonk. En u ziet het, elke keer opnieuw wordt er gedemareerd. Nou, toch altijd uit de ploeg van Iskrikkelion. Toch altijd uit de ploeg van ADR, van Plankert. Best vertegenwoordigd natuurlijk ook, ja, met 5 man op 16. Ja, 1 op 3, dat is dan moeten ze toch dat niet kunnen maken, ja, dan is dat is een nederlaag voor de ploeg, ja, dat is waar. Ja, dat heb ik. Frison, sterk rijdend ook in de voorjaarswedstrijden, maar kon zo moeilijk winnen. Voilà, als nu de echte ploegwerk gemaakt wordt, dan moet je toch kans hebben voor die vluchten nu. En we gaan eens van nabij kijken wie de man is die daar in de aanval Martens. Is gegaan. René Martens, ja. Een ploeg die deze week weer in minder gunstige omstandigheden in de pers kwam. Omdat de sportdirecteur van de B-ploeg, kun je zeggen, van sponsor Lambert. En die sportdirecteur was Patrick Versluis. Die heeft zijn ontslag ingediend omdat de organisatie al te amateuristisch is volgens hem. Geen mechaniciens, onvoldoende materieel en zo. Het blijft een ploeg en een sponsor rond wie het altijd zal blijven rommelen, denk ik. Ja, maar ik denk ook ergens dat hij te sportief is, dat hij te veel renners heeft en met die tweede ploeg. Ik weet het niet. We zitten hier bijna op de top van de helling aan de Kerk van Wortingen, dames en heren. Dat betekent nog precies 11 kilometer en de voorsprong van de leider is nog 70, 80 meter. Dat zien we inderdaad, daar Mark Heij, daar boven de andere hier achter. Wel wat ploegmans die daar goed aan het afstoppen zijn. Er moeten nu andere renners, Krikkelion zo wat op zijn sokken met Eddie Plankert aan het wiel. Ja, die vertrouwt Krikkelion niet. Ja, dat is altijd, ik denk volgens mij is dat het wie die het moet in de lucht moet houden. Dat is Frison en Krikkelion. Ik denk dat dat Plankert zijn werk is nu. En dat, dat de ploegmaten nu doen, dat een voordeel is voor hem, want de anderen moeten werken. Natuurlijk, als er iemand zou vooruit blijven, ja, dan is het spijtig voor hem. Maar toch, wat er nu gebeurd is, toch, volgens mij moet hij die twee renners toch maar in de lucht houden. Zo had hij dat ook begrepen, want we zagen heel goed terwijl er nu opnieuw gedemareerd wordt. Dat zou wel eens Frison kunnen zijn. Ja, maar ik denk ook direct dat er weer een ploegmat mee is van Plankert. De reactie achter René Martens dus nog altijd te verstaan. 3 renners die daar een lichte voorsprong hebben genomen in de reactie op René Martens. De
voorsprong van René Martens bedraagt 10 seconden. En op kop sleurt nu Paul Hagedoorn met Fons de Wolf, Kurt van Kersbillek, Ludwig Willems probeert de rest terug te brengen. Carlo Bomans, Philippe van Voren. En de rest zit daar nog iets achteraan. Een beetje verbrokkeling opnieuw, maar dat komt wel weer samen. We zijn op precies 10 kilometer van de streep. Nog 10 kilometer en steeds voorsprong voor deze man. Dus René Martens, 10 seconden bedraagt zijn voorsprong. En dat dus op 10 kilometer van de aankomst. En met achter hem 4 ploegmaats. René Martens, de 24-jarige Limburger. Precies een maand geleden is hij 34, wat zeg ik, 24. Ik zou hem nog wat jonger maken. Dan zal er niet zoveel meer zitten, hè, Mark? Nee, en opnieuw demarrage zagen we daar bovenaan in beeld. Achter deze René Martens, die dus als grootste triomf natuurlijk op zijn erelijst de Ronde van Vlaanderen heeft staan. Die hij won in 1982, 7 jaar geleden al. Krikkelion ging daar weer, ja. En als die belt, dan weet je wel hoe laat het is. Nog steeds een paar renners daar met kleine voorsprong. Van Hooijdonk. Ja, dat is ook nog één verplankerd. Hè. Dat zijn de drie eigenlijk. Hè. Die was ik nog vergeten. Hè. Edwig van Hooijdonk kwam mij hier voorbij gereden. Daarnet in laatste positie. En hij deed zo'n teken van, ja, wat is het toch erg als je niet kan spurten. Ik maar proberen, maar ik raak absoluut niet weg. Dat is dan inderdaad het probleem op zo'n parcours natuurlijk. Hij zal nog eens alles op alles moeten zetten op die Nokerenberg straks. Maar dat is ook het probleem. Soms hebben andere renners, Mark, die niet kunnen alleen rijden. Dus dan kan het weer van Hooijdonk wel. Dus ik heb het altijd alleen rijden, zijn het ook sprinters. Hè. Je moet, ja, maar jij bent een sprinter zo te horen geweest. Hè. Ja, maar toch, ja, ik vind ook dat de sprinter in deze wedstrijd, gelijk als je zo'n wedstrijd nu ziet, hè, dat een sprinter daar het hardst moet in werken eigenlijk. Normaal voor te winnen moet hij erbij zijn. De anderen die riskeren allemaal de demarage. Die kunnen allemaal winnen. Maar jij als sprinter, ja, als je echt wilt winnen, dan moet je dat werk doen. En ik denk wel dat Plankert, zijn ploegmatten zijn er nu bij, ze veel te beter voor hem. Maar ik denk wel dat het een goede Plankert is, dat hij met zijn biet de laatste 5-6 kilometer dat hem dat zelf wel zal gaan doen. En hier dus nog Jan Goesens, die aan de leiding sleurt in de achtervolging op René Martens. Jan Goesens die Bomans heeft. Ja, Bomans misschien ook niet kansloos natuurlijk, nee, in de sprint. Is ook een man die ook veel tegenslag al gehad heeft in zijn carrière. 10 seconden, de verschil blijft nagenoeg ongewijzigd dus. Ja, maar het is gewoon een doorduwer. Hè. Eens dat hij weg is, die valt niet makkelijk stil. Hè. Nee, dat is een diesel, hè? Ja, ja, ja. Ja. We kunnen niet gaan zeggen dat hij niet warm is. Nu zal hij al lang warm zijn, hè. Maar normaal zou je zeggen. Ja. Nee, maar die voorsprong zit nog altijd. Ja, die is haalbaar voor verschillende. Zelfs voor Plankert zelf, wat hem normaal goed is, kunnen we nog altijd zeggen: de laatste kilometer ga ik. Of, hè. Ik had het hier moeten zeggen, denk ik. Hè. Gedemareerd? Zelfs door een ploegmaat eigenlijk? Ja. Dat lijkt me niet helemaal duidelijk eigenlijk, wat daar de bedoeling van is. Ja, Plankert zal willen winnen. Hè. Nu, waar je ook altijd rekening moet mee houden in zo'n wedstrijden als nu, is transfers die aan de orde zijn. Ja, of die al gebeurd zijn. Ja, en die nog niet bekend zijn. Die nog niet bekend zijn, dus je kunt het nooit weten.